Goedenavond allemaal. Mijn naam is uh, Peter Oosterlee en ik ben IT-manager bij uh, Acme Bags. En wij maken tassen in allerlei soorten en maten. Van achtertassen tot shoppers, van uh, uh, laptoptassen tot rugzakken. U kunt ze gek niet verzinnen of wij hebben het. Sinds een jaar of tien zitten wij op internet. En sinds een jaar of twee maken wij ongeveer 60% van onze omzet via onze webshop. De concurrentie is best wel pittig. En om onze klanten te blijven trekken, proberen we ons onze webshop steeds aan te passen. Aanpassen? Aanpassen? Ik zou jou willen schelen aanpassen. Hallo, ik ben Arne de Vries. Ik ben de scrummaster bij Peter hier. En om onze klanten, onze klanten kunnen in de webshop uit een aantal basistypes kiezen en die basistypes kunnen ze naar hartlust aanpassen aanpassen. Vak, vakindeling, type sloten, type hengsels, je kunt ze gek niet verzinnen of het kan aangepast worden. We laten dat vervolgens in India maken en uh, na een paar weken dan heb je je eigen tas. Het kost een paar centen, maar dan heb je wel wat. Um, de concurrentie die wordt uh, steeds, uh, steeds heviger. Ja, ik heb pas nog uh, een tasje bij Bol gekocht. Zo'n mooie, uh, die zie ik wel. Zeker uh, nu uh, Bol inderdaad ook uh, tassen is gaan verkopen. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat wij die concurrentie aankunnen. Zeker met, uh, met Bol. Uh, maar dan moeten er denk ik bij ons wel een aantal dingen veranderen. Want wat ik bijvoorbeeld in ons... Uh, in ons IT-landschap en in onze softwareontwikkeling zie gebeuren, is dat er toch wel een aantal dingen fout gaan. Bijvoorbeeld software blijft op de plank liggen. De ontwikkelaars zijn klaar. Het is gebouwd, maar het moet nog getest worden. En het kan niet getest worden omdat er nog geen testomgeving is, of het kan nog niet gebooid worden, omdat in productie nog een aantal dingen aangepast moeten worden. Of omdat de documentatie nog niet klaar is. Um, als het dan geïnstalleerd wordt, dan gaan daar misschien dingen fout. Um, omdat uh, nou ja, de installatie, installatiehandleiding niet uh, goed gevolgd wordt. Of omdat de installatiehandleiding um, onvolledig is. Een derde ding wat ik fout zie gaan bij ons, is dat testen steeds langer duurt. En onze testers die zeggen: van ja. En ons applicatielandschap dat groeit steeds meer, dat wordt steeds groter. Dus wij moeten steeds meer testen om nieuwe functionaliteit, nou, gegarandeerd, foutloos naar productie te kunnen gaan. En tenslotte, als het dan eenmaal in productie staat, dan wordt er ook nog wat in de configuratie wordt er nog fouten gemaakt, waardoor we in een keer een release terug moeten halen uit, uit productie om de configuratie aan te passen. Dat zijn allemaal zaken die bij ons bij Acme verkeerd gaan. En om een aantal om helder te hebben van hoe je dat aan kunt passen, heb ik twee mensen van Luminus gevraagd om ons uit te kunnen leggen, uit te komen leggen hoe zij dat bij hun klanten doen. Hoe zorgen zij ervoor dat het proces soepel loopt, foutloos verloopt en vooral ook snel gaat? De vraag die ik uh, vaak van Peter krijg trouwens is: Wanneer is het nou klaar? Dat is inderdaad een hele uh, goede vraag. Want ik vraag inderdaad aan mijn ontwikkelaars: Wanneer is het nou klaar? Um, want ik kom ook klanten tegen op straat en daar beloof ik aan van software, uh, uh, een nieuwe functionaliteit. Komt in een nieuwe release. Maar ja, dan komen ze mij een paar maanden later tegen en dan vragen ze: ja, Wanneer is het nou? Want ik, ik was gisteren op jullie webshop en het is er nog steeds niet. Dus ik vraag inderdaad ook steeds aan mijn ontwikkelaars, aan mijn beheerders: van, Wanneer is dat nou klaar? Het moet sneller kunnen. Het duurt soms bij ons zeven maanden voordat we nieuwe software in productie hebben. Dat is veel te traag. Op die manier kunnen we de, de concurrentie met, met Bol helemaal niet aan. En ben ik bang dat we over een, een paar jaar uh, niet meer bestaan. Dus vandaar dat ik die twee mensen van Luminous heb gevraagd om eens te komen vertellen wat hun ervaringen zijn. Goedendag, uh, goedenavond. Ik ben uh, Micha van Leeuwen. Ik werk bij uh, Luminous. En uh, ik uh, hou me bezig met uh, leuke dingen binnen de architectuur, uh, binnen procesverbetering en uh, ook binnen continuous delivery, waar ik uh, bij de ING uh, uh, sinds een tijdje mee aan de slag uh, uh, ben. En ik geef deze presentatie samen met uh, Herbert Schuurmans. En uh, inderdaad, mijn echte naam is uh, Herbert Schuurmans. En ik ben software-engineer bij uh, Luminous. En uh, naast dat ik gewoon software bouw, vind ik het ook heel erg interessant om me met dat uh, continuous delivery proces bezig te houden. En dat met name rondom de aspecten van continuous integration, automatisch testen. En sinds uh, infrastructuur steeds meer software aan het worden is, steeds meer code aan het worden is, vind ik provisioning eigenlijk ook wel een heel interessant onderwerp. Um, wij denken, hè, in het voorbeeld wat, uh, van, van Peter, onze, onze IT-manager, die aangeeft uh, dat het bij hun zeven maanden uh, duurt om naar productie te gaan, wij denken dat dat veel sneller kan en in heel veel gevallen ook veel sneller moet. Um, wij leggen de lat best wel hoog door te zeggen, van wij denken dat het in zeven minuten kan. Uh, dat is misschien een, een, een doel, een stip aan de horizon, maar je hebt een stip nodig om, uh, een horizon nodig om naartoe te gaan. Dus uh, wij denken dat het moet kunnen. Hoe? Door middel van aspecten van continuous delivery te implementeren. Um, en daar willen wij in deze presentatie uh, jullie over vertellen, over wat onze ervaringen daarin zijn en hoe wij het bij Vorige en huidige klanten implementeren. Maar, uh, precies, maar eerst gaat Michael even vertellen. Laten we eerst dat... even uh, kijken, we praten nu over continuous delivery, maar wat is het nou eigenlijk? Nou, Dave Farley heeft samen met Jeff Humble in 2010 zo'n beetje de Bijbel van continuous delivery uh, geschreven. En uh, wat hij eigenlijk hier zegt is dat continuous delivery het opleveren uh, van uh, waardevolle software is op een snelle en continue manier. Uh, door middel van experimenteren. En het is een belangrijk aantal uh, aspecten die erin staan, namelijk uh, continuous. We moeten we dus in de gaten houden dat we de software die we ervoor gebruiken in continue opleverbare staat hebben. Zodat uh, als er een nieuw feature wordt gevraagd, dat we op basis van die codebase direct een nieuwe feature kunnen uitleveren. Een ander belangrijk aspect uh, wat hier genoemd wordt, is het experimentele karakter. Ze dus willen graag dat we uh, iets een nieuwe waarde kunnen toevoegen aan ons product, maar we weten pas als het toegevoegde waarde is, als de klant er een oordeel over gegeven heeft. Dus zodra wij een kleine applicatie of een tabblad, bijvoorbeeld, ergens bijzetten bij een applicatie, dan kunnen we al meten of die daadwerkelijke software gebruikt wordt en gewaardeerd wordt door de klant. Het experimenteren, dat maakt het mogelijk om daarna weer snel. Uh, weg te halen als het niks oplevert, of het uit te breiden als het wel wat oplevert. Uh, daarvoor willen we een aantal basisblokken uh, benoemen binnen Continuous Delivery. En daar ga ik uh, in het kort iets over vertellen. Uh, je kunt namelijk vanuit verschillende uh, uh, ooghoeken uh, naar Continuous Delivery kijken. Uh, de eerste dat het is vanuit proces, uh, dat is die groene uh, blok die je hier op het scherm ziet. Michael en ik denken dat je voor continuous delivery een agile of een lean proces nodig hebt om continu het proces te kunnen verbeteren en te kunnen versnellen. Het tweede oogpunt dat is vanuit cultuur. Wat heb je vanuit je organisatie nodig om continuous delivery mogelijk te maken? Wat voor. Ja, karakter zeg maar in je organisatie heb je nodig, uh, uh, snel reageren op, op wensen, van, wensen van klanten, uh, steeds nieuwe kwaliteit, verbeterde kwaliteit willen, willen leveren. En het derde aspect, dat, zijn, dat is de techniek. Want heb je het over continu uh, opleveren, heb je het over versnellen, heb je het over kwaliteit verhogen, dan denk je automatisch aan automatiseren. En automatiseren, he, voor ons dat is techniek. Um, maar over al deze, al deze punten daar kunnen we misschien wel een, een dag overvullen, maar wees gerust, dat gaan we niet doen. We hebben maar een uur. Um, dus we beperken ons tot uh, deze uh, blokken. Want Stel je voor: uh, je hebt een stuk, uh, je hebt nieuwe software ontwikkeld, um, maar dat werkt bij jou, op jouw laptop of op jouw PC. Uh, je hebt het nog niet samen laten werken met software van jouw collega-teamleden of van andere teams. Dat moet je eerst testen. Werkt het nog wel samen? Vervolgens moet je controleren van hebben we gebouwd wat onze klant, onze product-owner uh, of onze stakeholder graag wilde dat we bouwen. Uh, het moet uh, op een andere machine gezet worden om het daar te kunnen testen of om het uiteindelijk in live-omgeving uh, uh, te kunnen gebruiken. Maar die live omgeving, die bestaat misschien nog helemaal niet. Je kunt het wel handmatig bestellen, maar dat duurt een paar dagen of een paar weken misschien wel in sommige organisaties voordat zo'n omgeving er is. Um, terwijl je misschien ochtends nog niet eens weet wat, voor, wat je smiddags voor infrastructuur nodig hebt. Hoe het precies in elkaar zit. Um, vanuit je architectuur, in hoeverre kun je daar rekening houden met. Uh, Courtains delivery. Wat zijn de uh, aspecten bij architectuur waar je voor kunt zorgen dat het hele proces uh, versnelt. Uh, dat je misschien in kleine eenheden op kunt leveren in plaats van één grote uh, monolith. En tenslotte, uh, zoals Michael al, uh, al aangaf, uh, wil je feedback krijgen over hetgeen wat je gedaan hebt. Want misschien zitten klanten inderdaad helemaal niet te wachten op een wijziging die je gedaan hebt. Of misschien wil jouw business dat het toch nog sneller kan, of dat het sneller moet. Dus je wilt een monitoren van wat je precies gedaan hebt en vervolgens daar gegevens uit krijgen hoe je dat kunt versnellen. Over, de, over deze blokken, daar gaan we zo meteen wat, wat dieper op in. Maar eerst gaat Michael iets vertellen over. De principes die achter uh, continuous delivery liggen. Ja, want hoe faciliteer je nou continuous delivery? Met andere woorden, uh, hoe bereik je nou dat experimentele karakter van uh, continuous delivery? Nou, wij denken dat we daar vier principes uh, in nodig hebben, namelijk automatiseren. Zou je alles handmatig willen gaan uh, doen, dan uh, is dat traag en levert dat fouten op. En op het moment dat we automatiseren, kunnen we daar fouten uit weghalen. Zorg er ook dat het herhaalbaar is, zodat je het proces nog een keertje over kan doen. En dat je op dezelfde manier er doorheen kan lopen. Als er dan wat veranderd is in de wijzigingen, dan krijg je snel feedback over waar het fout is gegaan. Ander belangrijk punt is: uh, krijg ook die feedback. Want dat maakt het mogelijk om te kijken waar de kwaliteit en waar de toegevoegde waarde zit. En uh, last but not least, zorg ervoor dat je verbetert in het proces. Dus elke iteratie wil je uh, wat kwaliteit toevoegen, en dat alles om zo snel mogelijk uh, en continu software op te leveren. Maar daar hebben we wel wat voor nodig, ik ga even een glasje water pakken. Dat is namelijk een aantal fundamenten van de continuous delivery. Dat is, bouw je applicatie slechts eenmaal. Op het moment dat je hem gebouwd hebt om te gaan testen, gebruik dan ook die versie voor acceptatie en productie. Bouw hem niet opnieuw, want de kans dat er dan een wijziging in zit of meegaat, is vrij groot. Op het moment dat je uh, het gebouwd hebt, dan wil je dat je overal een gelijke deployment doet. Het hoeft niet per se hetzelfde te zijn, omdat in acceptatie het nou net eventjes anders werkt dan in een testomgeving. Maar probeer hetzelfde proces te handhaven, zodat je fouten in de installatie zoveel mogelijk kan voorkomen. Nou, hoe krijgen we die feedback terug? Door te zorgen dat je de installatie ook daadwerkelijk controleert. Dus die eerste stap, op het moment dat het fout loopt met je deployment, kan je hem altijd afbreken en uh, een nieuwe cycle starten. Belangrijk hier ook voor is om versiecontrole uh, neer te zetten, uh, een git bijvoorbeeld, uh, om al je code uh, vast te leggen. En op het moment dat het vast is gelegd, kan je heel makkelijk zien wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige keer. Nou, een van de belangrijkste uh, facetten is ook uh, een goed team. Uh, liefst een DevOps-team, zodat alle uh, disciplines erin uh, zijn opgenomen, uh, waarin uh, er met z'n allen wordt gestreefd naar die toegevoegde waarden. En dat betekent niet dat we allemaal senioren erin hebben zitten hoor. Het is ook zo dat we daar gewoon junioren in kunnen zitten die meelopen met de rest van het proces. Want ja, ik zou denken volgens mij zijn er zat mensen die hier in een team hebben gezeten het afgelopen jaar wat niet helemaal goed functioneerde. Dus wie heeft er ooit in zo'n team gezeten dat niet helemaal goed functioneerde? Ja... Ah. We proberen nu um, met uh, in deze zeven stappen die we hier gaan noemen uh, zeven sprints uh, het uh, continuous delivery proces uh, in te voeren en laten zien dat het eigenlijk een vrij simpele uh, actie is om daarmee aan de gang te gaan. En als je er maar mee aan de gang bent, de zeven stappen om uh, te verbeteren. En uh, nou, we beginnen met uh, Herbert die de eerste stap daarvan gaat uitleggen. Ja, en die stap één, uh, dat is uh, Continuous Integration. Uh, ik begin altijd, uh, Continuous Integration, om um, nou, een, een pipeline op te zetten. Uh, je hebt daar verschillende middelen voor om, uh, om dat te automatiseren, verschillende tools. Uh, rechts, ja, rechtsboven uh, zie je er een aantal. Jenkins, uh, uh, Travis, Team Foundation Server, Bamboo, maar er zijn nog veel meer. Um, wie van jullie gebruikt een, uh, een integration server of een build server in zijn dagelijks werk? Nou, ik had iets meer vingers verwacht, maar goed. Uh, um, ik begin zo'n uh, zo build server of zo'n pipeline altijd door als eerste. Uh, gewoon even een job te maken in Jenkins, dat is mijn, mijn uh, voorkeur uh, build, uh, server, Om dan een job te maken om uh, een, een checkout te doen vanuit versiebeheer. Mijn testen te draaien, te compileren uiteraard eerst. Zodat ik weet, nou, hij, hij kan overal bij. Hij kan bij mijn, bij mijn versiebeheer uh, server. Uh, hij kan bij, bij mijn Java binaries, omdat ik een Java ontwikkelaar ben. Um, en hij kan hem bouwen en mijn unit testen draaien. Uh, dat is voor mij stap 1. Vervolgens ga ik verder met uh, allerlei andere testen uh, om te zetten naar in-jobs. Uh, zoals mijn uh, component testen, de integratietesten. Uh, ik laat Je uh, Jenkins uh, Sonar aanroepen voor de statische codeanalyse. En op die manier bouw ik een pipeline op. Uh, en Jenkins. Uh, is dan voor mij misschien niet zozeer een build server als wel meer de orchestratie van mijn hele proces. Jenkins zorgt ervoor dat al die stappen na elkaar uitgevoerd worden. Um, en om een voorbeeld te geven hoe we dat bij een uh, in een van mijn vorige opdrachten uh, gedaan hebben, um, hebben we de volgende sheet die uh, als die wil, als ja. die wil, hij ja. wil um, die in dit geval een uh, EasyWall laat zien. EasyWall dat is een van de plugins in Jenkins. Um, en die stond bij ons op een aantal uh, schermen op de zaal. Uh, we werkten met drie teams. Elk team had uh, zo'n scherm bij zich. Dus waar je ook keek, je had altijd een overzicht van wat we doen de, de beeld. Dus we konden altijd zien, is die nog steeds groen? Want dat was voor ons en voor onze klant heel erg belangrijk. Die beeld die, die moet altijd groen blijven. Daarom hadden we ook onderling de afspraak: als er een keer een, een job faalt doordat een test faalt. Eh, de eerste ontwikkelaar die even niks te doen had, bijvoorbeeld omdat hij klaar was met de user story, of omdat hij klaar was met een taak. Die had als opdracht om eh, een post-it met zijn avatar, zoals ik hier eh, gedaan heb. Uh, om die op elk scherm te hangen. Ten teken van ik neem verantwoordelijkheid ervoor dat, die, dat deze job weer gaat draaien. Dat deze job weer groen wordt. Herbert, leuk verhaal natuurlijk. Maar uh, de zaal vraagt zich nu vast wel af: wanneer is stap 1 nou eigenlijk klaar? Wanneer uh, heb je deze stap gezet binnen het continuous delivery proces? Uh, deze stap is voor mij klaar. Als je uh, een beeldserver hebt ingericht. En als je je unit testen. En als het even kan, ook je component testen erin draaien. Zodat je een heel klein uh, pipeline hebt uh, in Jenkins. En die vervolgens dan nog in latere stappen uh, uh, verder uit kunt gaan werken. In latere iteraties? In latere iteraties. hebben we de volgende stap. Ja, precies. Ik moet aan de andere kant gaan staan. <laughs> Is het weer weg. Um, want die volgende stap, oftewel in de volgende sprint, um, dan gaan we kijken naar het automatisch testen. Ja, want we hebben het over het automatiseren van al die stappen. Het automatiseren van je hele software-voortbrengingsproces. En hoe passen testen daarin? Um, zoals in, uh, Peter, onze IT-manager, al aangaf, testen, als je dat door een tester laat doen, dat duurt steeds langer. Want je applicatie groeit, uh, je codebase wordt groter, en je moet meer testen. Traditioneel wordt dan een keuze gemaakt om uh, op basis van een risicoanalyse bepaalde delen van de applicatie te testen. En voor de rest maar aan te nemen dat het nog wel werkt. Uh, hoewel je dat niet zeker weet. Uh, maar waarom zou je niet alles testen? Waarom zou je gewoon niet alle testen die je hebt uitvoeren? En ook nog snel uitvoeren. Want we willen heel snel feedback, omdat we, hoe, hoe sneller we feedback krijgen, hoe beter we nog herinneren wat we gedaan hebben. Als, als ontwikkelaars. Um, om dat voor elkaar te krijgen, gebruik ik altijd uh, deze piramide. Uh, dat is de testpiramide van MyCoan. En wat deze grofweg verbeeld is: um, onderaan in de piramide, daar heb je de uh, unit-testen. En unit-testen zijn heel snel. Boven in de piramide, daar heb je UI-testen. En je kunt je voorstellen dat die een, een stuk trager zijn. Want voor je WAI-testen moet je misschien je applicatie deployen op een testserver, je moet misschien datasets klaarzetten, je moet alles niet geautomatiseerd uh, door je applicatie klikken totdat je bij de pagina bent die je wilt testen. Dat duurt lang. Um, in sommige organisaties wordt er uh, zelfs ook nog eens een nightly build gebouwd bijvoorbeeld uh, gedraaid bijvoorbeeld, om dit soort testen uit te voeren. Dan krijg je dus pas uh, Daags nadat je je wijziging gedaan hebt, je feedback. Nou, um, zou je het misschien niet zeggen, maar ik begin al wat op leeftijd te komen. En wat ik de dag ervoor gedaan heb, dat weet ik al niet meer. Ik wil graag zo snel mogelijk feedback hebben. Oftewel binnen 5, 10 minuten nadat ik iets gemaakt heb, nadat ik iets gecommit heb. Dus daarom zeg ik altijd, wat testen betreft, blijf zo laag mogelijk in de piramide. Zodat je zo snel mogelijk feedback krijgt. Plus, um, je unit testen, die gaan maar over een heel klein stukje code. Vijf, misschien tien regels, veel meer niet. Je UI testen, daar zit een codebase onder van misschien wel duizend of meer regels. Dus als daar een fout in zit, als een, een test fout gaat, dan weet je bij een unit test, oh, maar dat gaat dus over het kleine stukje code. Die vijf of die tien regels, daar zit ergens de fout. Bij een UI test, ja, dan ben je volgens mij een hele tijd bezig voordat je die fout in die hele codebase gevonden hebt. Je kunt geluk hebben dat de configuratiefout is, dan heb je hem hoogstwaarschijnlijk snel te pakken. Uh, het kan ook een hele uh, vervelende test uh, zijn of een fout zijn, waardoor je misschien wel een, een dag of zo bezig bent, zonder van je tijd. Dus vandaar dat ik zeg: blijf zo laag mogelijk in de piramide. Een tweede aspect van uh, automatisch testen is um, om het werk eigenlijk te laten doen. Door degene die er het meest verstand van heeft, namelijk je product owner of je business analyst. Dat kun je doen door uh, behavior driven development te gebruiken. Uh, op het scherm zie je een, een voorbeeld. En wat hier staat is dat uh, een feature, bijvoorbeeld een user story. Uh, en daarnaast ook nog een aantal scenario's. En dat zijn eigenlijk je, je logische testgevallen. Um, die zijn altijd hebben die dezelfde opbouw, namelijk gegeven een bepaalde uh, situatie, een bepaald uitgangspunt, als ik een bepaalde actie uitvoer, dan verwacht ik een bepaalde reactie, een bepaalde respons. Klinkt eigenlijk als een acceptatietest, als een acceptatiecriterie. Dus dat is prima iets wat een product owner of een business analyst zou kunnen schrijven. Um, Vervolgens kun jij dat als ontwikkelaar omzetten in concrete testgevallen. En daarvan zie je hier eindelijk een stuk code. Tools als bijvoorbeeld Cucumber, die kunnen die relatie zeggen tussen het vorige scherm, je logisch testgeval, en dit scherm, je concreet testgeval. door middel van de annotaties waarmee de methoden geannoteerd zijn. Een tweede aspect hieraan is dat. Uh, het is code. Oftewel, je kunt het opslaan bij je applicatiecode. Dus je hoeft als je een test uitvoert of als je een test na wilt zoeken, niet meer op het systeem te kijken, niet meer in Word documenten te zoeken, niet meer in Excel sheets te kijken. Het zit gewoon in je codebase, in versiebeheer. Dus als, als je een probleem hebt met een bepaalde uh, release, uh, dan kun je altijd nog terug naar je testen, want die zitten bij je code. En dat vind ik ook nog een van de hele belangrijke voordelen van uh, deze manier van, uh, van testen. En uh, wanneer uh, hebben we deze sprint uh, afgerond met deze deze sprint, testen? Heb, deze sprint hebben we wat mij betreft afgerond als we, uh, als we na gaan denken over hoe kunnen we zo laag mogelijk in de piramide blijven. En als we een begin gemaakt hebben om uh, dit soort, wat ik dan cucumber of behavior driven development testen uh, gaan maken. En van daaruit kun je weer voortbouwen met uh, nou, je hele testbase, als het ware, verder uh, uitbreiden. Dus dan zijn we toe aan de volgende stap na het bouwen en het testen. Ja. De deployment. En dat doen we in sprint 3. Want kennen jullie nog, uh, zijn hier trouwens Javanen, je, je, je uh, Java-ontwikkelaars? Kijk, dat is een aardig wat. Um, en kennen jullie nog uh, de oude reclame van Sun van build once, run anywhere? Het was in de tijd van Java 1, Java 1.1. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor automatisch deployen. Build once, deploy anywhere. Eigenlijk wat Michael al zei van een van de uh, principes, is je maakt één keer uh, je artefact en die deploy vervolgens op alle omgevingen die je daarna hebt. Je testomgeving, je acceptatieomgeving en je productieomgeving. Daar zit je verder niet meer aan. Wat mij betreft. Pas je daar ook niet uh, je, je release versie op aan? Um, want elke wijziging die je doet, hè, dat moet ook weer via versiebeheer. Je zult maar net zien dat een andere ontwikkelaar net even wat anders uh, ook nog heeft aangepast en dat gaat dan ongetest mee naar productie. En dan zul je net zien dat dat een probleem oplevert in productie. Um, dat deployen, hoe, hoe pak ik dat aan? Um, vreemd genoeg begin ik altijd met de hand. want nou, ik zit in de detachering, dus ik kom op bij verschillende bedrijven. En bij elk bedrijf is het weer net wat anders. Uh, ze gebruiken een andere applicatieserver: Tomcat, JBoss, uh, WebSphere. Uh, die staan op een, op een andere plaats geconfigureerd of ge geïnstalleerd. Ze zijn op een andere manier geconfigureerd. Uh, ze draaien onder verschillende users met verschillende rechten. Uh, dat allemaal kom ik tegen als ik het eerst allemaal met de hand doe. Um, als, ik in de, als ik dat begrijp, hè, hoe, hoe dat gaat, hoe het proces, welke user ik uh, onder moet draaien, welke rechten ik allemaal nodig heb, dan ga ik dat aanpassen uh, of dan ga ik dat in een script zetten. En vervolgens is het nog maar een hele kleine stap om dat script uh, af te laten trappen door mijn beeldserver. Nou, de server die ik vaak gebruik, uh, Jenkins. Um, Het gevolg is, nou, daardoor zorgt Jenkins ook meer voor de orchestratie dan alleen maar het beelden. Uh, een stap verder, dat is als je een tool gaat gebruiken voor dit. Uh, want het kan soms behoorlijk complex worden als je niet alleen je applicatie wil deployen, maar je wilt vervolgens ook nog uh, je loadbalancer aanpassen. Misschien een firewall openzetten, uh, nog allerlei andere infrastructurele dingen meer die er aangepast moeten worden om voor jou om die applicatie te kunnen benaderen. Nou, dan kom je al meer in de richting van tools die tegenwoordig ook op de markt zijn en die dat voor je kunnen doen. Maar ik ben tot nu toe nog steeds tevreden door uh, met, mijn, uh, met mijn eigen scriptjes en um, Die doen eigenlijk uh, voldoende uh, het werk zoals ik dat graag wil. En het is geautomatiseerd. En ook die scripten kan ik weer in, in versie weer zetten. Ook wel weer mooi, zodat we er ook met z'n allen aan samen kunnen werken, het hele team. Dus. Ja. Om alvast jouw vraag te beantwoorden. <laughs> um, deze stap zou voor mij klaar zijn als ik um, nou ja, mijn, mijn handmatige stappen omgezet heb naar een script en dat in, uh, in Jenkins uh, of in mijn beeldserver heb hangen, zodat die automatisch afgetrapt wordt nadat al mijn testen en mijn statische code-analyses en dergelijke zijn, uh, uh, zijn uitgevoerd. Ja. En Michel? Aan, uh, aan wat gaan de volgende we in sprint doen? Want Herbert die, uh, maakt nog gebruik van uh, bestaande omgevingen. Maar waarom zouden we daar stoppen? Want we zien nu bijvoorbeeld dat uh, bij veel organisaties eerst ruimte op een testomgeving moet worden aangevraagd. Uh, vaak uh, om performance testen uit te voeren uh, moet er een slot geclaimd worden wat uh, weken in de toekomst wil. Daar kunnen we die zeven minuten niet mee waarmaken. Dus wat we het liefst zouden willen is dat we die omgeving gewoon on the fly creëren. Nou, dat kunnen we doen door uh, met een lege machine te beginnen en dan via provisioning uh, de machine te vullen. Installeren van Tomcat, installeren van Apache, plus de configuratie kunnen we prima doen met uh, tools als Ansible, SaltStack, uh, etc. We kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en uh, vooral voor het testen erg handig. Is om gewoon containers te maken. Uh, misschien hebben jullie de presentatie van de Docker containers uh, gezien. Die gingen meteen op het advanced uh, stuk in. Uh, maar een Docker container maken is vrij simpel. Uh, je geeft uh, aan, via een uh, lijst van commando's. Uh, hoe je je machine wil bouwen. En dat compileer je. En vervolgens heb je in je repository. een container staan die je direct kan gebruiken, waar Tomcat voor is geïnstalleerd waar in je testomgeving de stubs automatisch zijn geïnstalleerd. En het enige wat je hoeft te doen is de container opstarten en een link geven naar je applicatie en het testproces kan gestart worden. En niet heel onbelangrijk met zulke soort containers, je kan ze ook vrij makkelijk, uh, vrij snel weer opruimen. Ook daar heb je allerlei beheertools voor, kijk naar Mesos bijvoorbeeld, die ervoor zorgt dat uh, zulke soort testen gescheduled worden, die zorgen voor de load balancing over meerdere servers heen. En ook dat laatste, dat load balancing is interessant, um, um, als je uh, meerdere testen wil parallel draaien. Als je ziet dat een test twaalf minuten duurt, dan gaan we die zeven minuten nooit redden. Wat we wel kunnen doen, is die test asynchroon afstarten en uh, daarnaast nog een test afstarten. En aan het eind van het proces uh, controleren, voordat je naar productie gaat, of die tests daadwerkelijk zijn gelukt. Dat verkort je tijd en uh, dat geeft je de mogelijkheid om uh, snel te testen op omgevingen die je niet uh, beschikbaar hebt. Een heel klein voorbeeldje wat ik neer heb gezet is om het uh, zelf mee uh, te proberen. Is, uh, is om zelf uh, eventjes een, uh, een virtual machine aan te maken, uh, in dit geval uh, met, op basis van Ubuntu. Ik stel port 8080 open en ik provision deze met uh, Ansible. En de Ansible zien we hier dat we in dit geval een Jenkins container opstarten vanuit een Docker registry. Ze dus installeren Docker op de machine. We laden de Jenkins-instantie in. En we draaien die Jenkins-instantie. Dat zou ook een test- of een Tomcat-server kunnen zijn geweest. Ja, en wanneer is deze stap, uh, deze sprint wat jou betreft, gedaan? Ja. Um, wat ik in ieder geval uh, zou uh, denken dat als deze stap afgerond is, dat je uh, minimaal een eigen testomgeving uh, kan opstarten en daar de tests kan uitvoeren, zodat je de basistechnieken in de vingers hebt en dat je het in latere iteraties kan uitbreiden. En dan laat ik jou nu het uh, meest complexe stuk uh, stap over. Oh jee. Ja, architectuur. Wie heeft daar geen mening over? Kijk, geen zingers. Dat was misschien meer een retorische vraag. Maar... Um, wat kun je vanuit architectuur doen om uh, dat proces te versnellen en tegelijkertijd de kwaliteit van je software hoog te houden? Um, je kunt het bijvoorbeeld doen door uh, je software in kleine pakketjes te houden. Als je een monoliet uh, door zo'n uh, delivery pipeline heen probeert te duwen. Dat gaat best wel lastig. Want je moet heel veel testen, je moet misschien van alles uh, op verschillende plekken deployen, aanpassen en nogal wat. Maar je kunt het ook opdelen in kleine services. Zie uh, de Microsoft uh, Microservices uh, presentatie van het vorige. Ja, van Marcel, inderdaad. ja. De, Even, de. Release cycle yeah. per microservice? Of heb je nog wel De vraag is of je uh, de release cycle per uh, microservice hebt, of dat je het samen hebt. Um, ik zou beginnen, maar dat is beginnen, met alles samen. En pas als het hele proces uh, te complex wordt of te lang duurt, dan zou ik het op gaan splitsen per, uh, per microservice uh, bijvoorbeeld. Maar dat is geheel aan jou uh, hoe je die indeling maakt. Maar. Um, Simpel beginnen. <laughs> um, dus dus je, je services klein houden of je onderdelen klein houden. Het gevolg daarvan is dat bepaalde uh, onderdelen een, waarschijnlijk een heel andere release cycle hebben. Denk bijvoorbeeld aan een postcode-service die elk, uh, elke organisatie uh, wel heeft. Wat, is daar, uh, nou, wat, wat kun je daarmee? Je kunt op basis van postcode-huisnummer. Uh, opvragen of het een geldige combinatie is en je kunt op basis van je postcode uh, het adres opvragen. Nou, er is, ik denk, de laatste tien jaar niet al te veel in gewijzigd, dus waarom zou je dan die service uh, steeds meegeliezen? Dat hoeft niet. Um, Tegenstel daaraan een webshop die verandert heel veel, want je styling verandert misschien, uh, uh, plaatjes veranderen, uh, je uh, bestelflow die verandert, er komen stappen bij, gaat een stap af, er komen misschien betaalwijzen bij die ondersteund moeten worden. Dat is allemaal veel complexer, veel dynamischer, dus die wil je veel vaker uh, releasen. Dus vandaar probeer dat, uh, uh, dat onderscheid te maken en probeer dat te splitsen. Het gevolg is wel dat je met je, uh, met je interface zit, want je service die moet misschien op een gegeven moment een andere interface aanbieden. Hoe ga je daar dan mee om? Want je wilt voorkomen uh, dat je op een gegeven moment een release weekend moet hebben waarbij wij alle systemen die daarvan afhankelijk zijn in één keer over moeten. Uh, steeds gangbaar wordt om uh, vanuit de service meerdere uh, versies te ondersteunen. Uh, vaak wordt gezegd uh, Max 2. En dus de service die implementeert zijn nieuwe, uh, zijn nieuwe interface en geeft al zijn afnemers een bepaalde hoeveelheid tijd uh, vooraf afgesproken. Uh, om over te stappen van de oude versie naar de nieuwe. En als dan iedereen over is naar de nieuwe versie, dan kan die oude versie afgebroken worden. En op die manier voorkom je dat release weekend en uh, voorkom je uh, wat dat betreft problemen. Uh, het maakt het landschap er wel wat complexer door, dus het heeft ook zijn grenzen. Ja, op een gegeven moment dan, dan ben je meer aan het administreren van deze servicemarkt, wordt gebruikt door die en die afnemers, en dan wordt het een stuk lastiger. Dus je moet daar wel een, een balans in vinden. klinkt alsof uh, architectuur nooit af is. Hoe krijg je het dan in de sprint uh, af? Uh, je kunt het in, althans in de eerste, in deze sprint, kun je het afkrijgen uh, door uh, eens goed naar je, naar je software architectuur te kijken. En waar zitten delen die je los kunt trekken van de rest? En die je op een aparte manier, in een aparte cycle, kunt gaan opleveren. Het zij wel laten bouwen door dezelfde pipeline, het zij daar ook een andere pipeline voor in te richten in je build server. Voor zover architectuur. Ja, en feedback hebben we het nog niet over gehad. Althans, nog niet benoemd. Het is belangrijk om je kwaliteit te verbeteren. Dus je wil in de gaten houden wat er precies gebeurt. Zowel in je pipeline, als in je code, als in het uiteindelijke eindresultaat. Code zien we dat de code, de hoeveelheid groeit. Er komen steeds meer testen bij. Hoe hou je dat nou in de gaten? Hoe bewaak je daar de kwaliteit van? Er zijn heel veel tools van. De meest bekende die in de Java wereld wordt gebruikt, is SONAR. Ook in andere talen wordt hier toegepast. Um, aan de andere kant zien we dat er in de pipeline, uh, die willen we naar die zeven minuten krijgen. Dus we gaan kijken, meten in die pipeline, wat nou lang duurt. Waar zitten de bottlenecks? Duurt die test lang of duurt het compileren lang? Uh, hoe kunnen we dat verbeteren? Door te meten uh, en te monitoren kan je daarop verbeteren. En natuurlijk willen we in productie kijken hoe een applicatie zich gedraagt. Wat is het effect van een bepaalde wijziging? Uh, wordt er ineens veel meer verkeer gegenereerd of wordt er ineens meer CPU gebruikt? Ook dat is belangrijk om dat te monitoren. Uh, we hebben net een presentatie gehad van de Elkstack, uh, waarin uh, de logging van de applicaties uh, wordt uh, gelezen en uh, waardoor je ze kan inspecteren. Dat is een hele mooie manier om te zien hoe je... Uh, applicaties in productie uh, kan inspecten en monitoren. om daar je kwaliteit op te verbeteren. om zo feedback te krijgen. Uh, andere manieren zijn natuurlijk om te meten naar gedrag. Uh, kijk naar een Google Analytics. Uh, hoe worden bepaalde websites uh, aangeroepen? Uh, uh, welke tabbladen worden er geopend? As... Wanneer is deze stap klaar? Als je een goede inrichting. Je hebt op ieder geval de, de drie facetten, namelijk uh, je hebt an statische analyse op je code. Je hebt inzicht in je pipeline hoe lang dingen uh, duren. En dat hoeft helemaal niet automatisch, maar dat kan je ook in de eerste sprint procedureel uh, neerleggen. Dus gewoon uh, kijken hoe lang het duurt, kijken waar het zit om het later en in de volgende iteraties te verbeteren. En zorg dat je in productie Iets heb ingeregeld uh, om te kijken hoe die applicatie zich gedraagt. De vraag is hoe meet je kwaliteit? Nou, kwaliteit is heel moeilijk te meten, uh, je kan uh, met uh, als je het hebt over codekwaliteit. Ja, um, de vraag is: um, als je uh, door de tijd legacy-code heen gaat, hoe bepaal je de kwaliteit? Je zal uh, met het installeren van uh, codeanalyse in het begin je standaards laag moeten zetten, dan, en in volgende iteratie elke keer een stapje verbeteren. Even die drempel verhogen, een soort maturity-levels uh, inbouwen, om daarmee uh, langzaam maar zeker je kwaliteit te verbeteren. En als het legacy code is die bijna niet meer gebruikt wordt, de vraag is: wat is dan nog de toegevoegde waarde om kwaliteit op te verbeteren? Daar moet je wel goed op letten. Beantwoord dat je vraag enigszins? Nou, dan hebben we het er dadelijk nog wel over bij de borrel. Um, stap 7. Ja, um, we hebben nu zes stappen onwijs ons best gedaan. En nu wordt het tijd om, ik heb echt problemen met dat ding vandaag, om uh, terug te kijken naar wat we die afgelopen zes stappen hebben gedaan. Uh, om te kijken wat we uh, bereikt hebben in die zes stappen. Om uh, vervolgens te besluiten, waar zitten de verbeteringen nog in? En, uh, en, en om onszelf een schouderklopje te geven. En uh, het is dag zeven, God zei... Uh, die keek terug en zag dat het goed was. Retroflectie. Uh, kijk terug wat je hebt gedaan. Dat is gewoon belangrijk. En doe deze sprint uh, eens een keertje wat, wat leuks, wat cools, wat innovatiefs. Ga met een andere taal aan de slag. En uh, misschien levert het nog wat op voor de volgende sprint. Om te kijken van, hé, hey, dat was een interessante technologie. Die kunnen we mogelijk gaan gebruiken om... Uh, de volgende stap te verbeteren. En natuurlijk, je hebt een top van het team gehad. Ga een keertje lekker uit eten. Als het geen bier en pizza is, dan maar gewoon een lekker restaurantje. Dat is het belangrijkste. Je had het over resultaten die je in de volgende sprints kunt gebruiken. Je zou dus bijvoorbeeld vanuit een retrospective ook een Google Friday kunnen organiseren, om eens naar een nieuwe technieken of zo te gaan kijken. Om op die manier alvast een soort van onderzoekend, voorbereidend werk te doen voor volgende sprints. Um, om uh, de input van uh, of de output van zo'n Google Friday te kunnen gebruiken bij uh, je volgende sprint, om je proces nog verder te verbeteren. Ja. Prima aanvulling. En ik denk ook dat uh, deze stap is afgerond als je jezelf een schouderklopje hebt kunnen geven. En dat je gevierd hebt wat je bereikt hebt. En klaar bent voor de volgende iteratie uh, van uh, het beteren van continuous delivery. En nu hebben we zeven stappen gehad. Zeven stappen waarin het hopelijk gelukt is om continuous delivery in te voeren. Zeven stappen hebben? waarin we. Zien dat het invoeren van continuous delivery zelf niet zo'n probleem uh, hoeft te zijn, dat het eigenlijk vrij makkelijk is en dat je continu kan verbeteren. Dan weten we natuurlijk niet wat het voor jullie gaat brengen, deze zeven stappen. En uh, daarom hebben we een soort uh, ja-nee uh, dobbelsteen erbij gehaald, de Mystic 8 -ball. Deze. En we gaan nu eventjes vragen aan die Mystic Eightball. Hoe vergaat het de zaal met het invoeren van continuous delivery dadelijk? En dan moet ik hem draaien, geloof ik, ja. en dan geeft hij aan wat. Oh, ik moet hem zo draaien. You can count on it. Kijk, nou, dat klinkt als een dat, positief, uh, positieve voorspelling. Dat klinkt uh, heel erg positief. En als jullie niet geloven, willen we hem uitproberen. Nee. <lacht> <lacht> wordt niet gevangen. Goed, um, om Continuous Delivery in te voeren, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we een aantal uh, requirements, een uh, aantal randvoorwaarden goed voor elkaar heb, uh, hebben. Eén nou, is een goed team, een DevOps team bijvoorbeeld, dat uh, hebben we al aangemeld. En natuurlijk de kwaliteit van het team zelf. Ja, ja want Continuous Delivery, dat krijg je niet voor niks. Uh, het kost energie om dat te doen. Um, je kunt het niet eenmalig hè, implementeren als het ware en dan ben je er voor de rest van de tijd vanaf. Je moet daar continu maar tijd en, en aandacht aan, aan besteden. Daarom is het ook, hè, los van uh, het craftsmanship, is het ook heel belangrijk dat je je manager mee hebt. Of je management. Want die moet tenslotte voor de tijd en het geld zorgen. Dat jij daar jouw tijd aan kunt besteden. Dus die moet daar ook de waarde van inzien. Maar goed, dat is een, een heel andere vraag. Een heel ander probleem. Um, Laten we het hier hebben over meer je, het vakmanschap van ontwikkelaar of continuous delivery engineer of hoe je het ook wilt noemen. Um, en dat begint wat mij betreft bij het, het ownership nemen, dus eigenaarschap nemen van uh, dat stukje pipeline waar jij bij betrokken bent als ontwikkelaar zijnde. Hey, je neemt, neem ik aan al, eigenaarschap over je applicatie. Ja, daarvan wil je dat het goed is, dat het kwalitatief goed in elkaar zit. Dat het goed getest wordt. Um, maar je kunt het ook verder uitbreiden en dan naar Continuous Delivery pipeline. Um, dat, je, dat die snel genoeg is. Althans, dat stuk waar jij bij betrokken bent, dat dat snel is. Uh, dat je heel snel feedback krijgt, uh, dat je beeld goed is. Um, dus vandaar quality first. Daarnaast kun je ook bijvoorbeeld vanuit de retrospective steeds kijken van waar zit nou nog? Verspilling als het ware. Waar kunnen we nog uh, om het proces te versnellen, waar kunnen we nog tijdwinst halen? Uh, waar kunnen we onze kwaliteit nog uh, verder verhogen? Um, hoe kunnen we nog meer testcoverage krijgen? Hoe kunnen we de, de statische code-analyse nog, nog, nog scherper, nog beter laten? Um, het zijn allemaal onderwerpen waar je naar zou kunnen kijken vanuit je retrospectief, en dat ook in andere sprints. Um, Verder uh, aan gaan werken, verbeteren. Maar het is wel iets wat, denk ik, de basis, een van de basis is voor uh, continuous delivery. Uh, het, het craftsmanship, gewoon je vakmanschap als, uh, als ontwikkelaar zijn. Uh, een tweede, dat is het agile uh, proces. Ja, en daar ga uh, jij iets over? Uh, we denken dat het ook belangrijk is, wij weten eigenlijk zeker dat het belangrijk is om de agile principes te uh, adopteren om continuous delivery in te voeren. Uh, en dan kijken we naar uh, communicatie bijvoorbeeld. Zorg dat je binnen je team uh, goed communiceert en ook buiten de team. Hebben we niet een demo om uh, te laten zien uh, wat wij hebben, om daar feedback op te krijgen, om op die manier communicatie te krijgen met al onze stakeholders? Hebben we geen retrospectief om binnen het team te zoeken naar verbeteringen, om op die manier de dialoog open te houden? Ook denken we dat door middel van uh, iteratie uh, we elke keer een stukje kunnen verbeteren. Dus we doen de stap en als het pijn doet, doen we hem vaker. En we halen die stappen elke keer maar weer. We gaan elke keer met een nieuwe feature door die pipeline heen. En die nieuwe features bouwen we incrementeel op. Dus we beginnen met een klein stukje functionaliteit. Al is het een tabblad waarop staat, uh, hier komt dadelijk nieuwe functionaliteit, waar we later een knop gaan bijbouwen, zetten of informatie gaan aanbieden, bouw het op in kleine stapjes. En op het moment dat je in kleine stapjes gaat opbouwen, is het belangrijk dat je focus houdt. Je bent in een sprint doelgericht bezig om uh, je story af te maken, om je taak, je nieuwe functionaliteit in te voeren. En dan geeft het niet zo erg dat je hier, net zoals dit bord, twee pijlen niet in de roos hebt geschoten. Want je bent wel de goede richting opgegaan. Je weet pas of het waarde heeft, of je echt in de roos hebt geschoten. op het moment dat je feedback krijgt van voor de persoon voor wie je het gemaakt hebt. Of het echt toegevoegde waarde is. Goed, we beginnen zo langzaamaan uh, op het eind van onze presentatie te komen. Dus even kort samengevat: we hebben nu. Zeven stappen doorlopen en in ons beeld voegen die elke stap, voegt waarde toe aan je werk om de kwaliteit te verhogen, het voegt waarde toe aan je organisatie door het voortbrekingsproces te versnellen. Maar dat bereik je niet in één keer. Die zeven maanden waar onze IT-manager het over had, naar zeven minuten wat wij als doel gesteld hebben, dat bereik je niet in één keer. Dat moet je stap voor stap doen. Um, dus, dit zijn zeven eerste stappen om te nemen. Hierna volgen er nog heel veel meer. Um, of je bij die zeven minuten uitkomt, dat, dat is de vraag of je dat nou, überhaupt wilt. Hè? Op een gegeven moment dan um, gaan de kosten uh, misschien niet meer opwegen, of uh, de voordelen niet meer opwegen tegen de kosten. En dan ben je op een, plek, of op een tijd uitgekomen en je denkt: van, Nou. We vinden het wel prima zo, zoals het nu is. En dat, als je dat dan probeert vol te houden, dan denk ik dat je, dat je, heel, eind, uh, dat je heel wat bereikt hebt. En dan mag je zeker, uh, nou dan is pizza en bier is, uh, veel te weinig. Dan uh, een goed restaurant, uh, dat is dan zeker uh, uh, goed om te doen. Um, we ja. hebben een paar stukjes uh, code laten zien. En die hebben wij op uh, GitLab gezet. Dus als je naar gitlab.com.luminous gaat, dan vind je een heel klein applicatietje wat je door een continuous delivery pipeline kunt trekken. In Jenkins, er zitten wat Jenkins jobs bij, een configuratie daarvan althans. Dus mocht je het zelf eens wat mee gaan spelen, dan vind je hier een, hopelijk een, een eerste begin. Tuurlijk. Ja. Dus de vraag is: wat, wat is de tijdsverdeling uh, tussen uh, wat je besteedt aan je uh, content delivery proces om dat te verbeteren en je, je normale functionaliteit die je moet bouwen? Ja, ja in de vorm van nieuwe features. Um, uh, Standaard IT-ad wordt, uh, it depends. Uh, maar dat, dat zul je moeten overleggen met je product-Owner. Want je product-Owner uh, is vooral geïnteresseerd in functionaliteit, die, die, die nieuwe features waar je het over had. Um, maar die zal, als je het uh, goed weet uit te leggen, ook zeker geïnteresseerd zijn om dat proces te versnellen. Um, ja? Oké, okay. uh, de vraag is nu, wat uh, is onze ervaring in wat uh, de tijdsverhouding is tussen het bouwen van nieuwe features en het uh, verbeteren van je proces? Ja, uh, dat, dat varieert. Um, ik, ik heb plekken meegemaakt waar het laatst zeker 10% kon je uh, besteden aan, uh, aan dit proces. Ik, ik heb ook uh, op een opdracht gezeten waar het 50% was, met soms pieken uh, in bijvoorbeeld een sprint of twee sprints naar uh, 100%. Dat de product owner zei van ja, dit vind ik inderdaad ook zo belangrijk, ga hier maar een, een volle sprint aan werken. Um, dus het, het varieert ontzettend per, per situatie. En na, naarmate je meer toe kunt voegen en naarmate je dat proces kunt versnellen of je kwaliteit kunt verhogen, het aantal bugs in acceptatie en in test kunt, kunt verminderen, um, zal een product owner geneigd zijn om daar uh, meer tijd aan, uh, aan te besteden. En soms wordt het ook, uh, kijk bij, bijvoorbeeld bij de ING uh, hebben ze een uh, specialistisch team wat alleen maar bezig is om dit proces continu te verbeteren. Dus dat kan ook, dat, je, uh, dat de klant dus zegt ik ga een team apart zetten die zich alleen maar focust op het faciliteren van uh, het verbeteren van uh, het continuous delivery die uh, voor teams uh, beeldservers in elkaar zetten, die voor teams een heel deployment proces uh, inrichten, zodat het voor teams makkelijker wordt en dat ze toch snel uh, naar productie kunnen gaan. Dat ze eigenlijk de waarde afnemen van een ander, van een ander team. Uh, er was daarboven nog een vraag. De vraag is hoe pas je uh, gebruikersacceptatietesten in, uh, in dit proces? Um, ik ben van mening dat je alle testen moet automatiseren. Uh, dus ook gebruikersacceptatietesten. En um, als je het hebt over echt feedback van gebruikers, dat je met, he, met camera's gaat kijken van hoe reageert die, dat is niet te, te automatiseren. Dat, dat moet je in een apart proces doen. Maar als je echt naar de functionaliteit wilt kijken, van werkt het of doet het wat het moet doen. Um, daar is uh, voldoende tooling voor om dat te automatiseren. Dus uh, ik zeg niet alleen uh, unit testen tenzij, maar ook uh, automatiseren tenzij. zijn. Ja, dan heb je het inderdaad over, over een, een, een echte gebruiker, waarvan je wilt weten hoe reageert hij op uh, nieuwe functionaliteit. Ja, precies. Um, ja, daarvan zeg ik, dat, dat is een apart proces, dat, dat moet je los daarvan doen. Want dat wil je ook niet uh, continu doen, denk ik. Um, wat je wel kunt automatiseren is je acceptatietesten, um, waarbij de product-owner of de stakeholder die uh, met, uh, met de user story gekomen is, uh, zegt van ik, ik vind dit goed of ik vind dit niet goed. Uh, dat kun je prima automatiseren. Um, om bij uh, een vorige opdracht, uh, om het over een vorige opdracht te hebben, dat was toevallig ook bij de ING, een andere, andere opdracht, um, daarvan deden wij alle testen in onze sprint. Dus einde sprint was uh, alle testen gedaan. Um, werd er werd niet direct naar acceptatie gegaan, uh, maar de applicatie stond een week in acceptatie. Um, maar ik heb daar nooit iets uit teruggekregen. Daar werd er wel een beetje uit rondgeklikt, of in rondgeklikt, van werkt het? Uh, doet het wat het moet doen? Maar blijkbaar waren alle geautomatiseerde testen voldoende om te kunnen garanderen: het, het werkt. Dat uh, voldoende antwoord? En daar was, ben ik nog een vraag? De, ja, de vraag is, um, wat is je mening over het uh, neerleggen van dit soort stappen, het verbeteren van continuous delivery bij een uh, specialistisch team. En daarmee uh, dus feitelijk uh, de ontwikkelteams te ontlasten, um, ja, daar heb ik een mening over. Um, ik zou het in uh, kleine en uh, middelgrote bedrijven niet aanraden, omdat je zelf die pijn moet voelen en zelf moet leren hoe je daarmee om moet gaan. Want dan voel je je als team verantwoordelijk voor dat hele proces. Wat ik bij de ING merk, is dat de uh, ontwikkelaars vaak denken: van, oh, dat is mooi dat dat geregeld voor me is, dan hoef ik er niks meer aan te doen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk. En dat is een van de belangrijkste dingen om processen en om kwaliteit te verbeteren. Dus. Liever niet, maar soms in grote organisaties kan het niet anders. Volgens mij hebben we nog tijd voor één vraag. Ja? Ja en nee. Ik denk dat voor ons beiden dat boek wel een belangrijke inspiratiebron is. Maar uh, de stappen van waar je uh, in een proces verbeteringen uit kunt voeren, dat, daar zijn we zelf uh, mee gekomen. Uh, als je gaat googlen uh, op uh, continuous delivery, dan vind je heel wat hits. Uh, ja. Maar niet, uh, niet echt verdeeld in de zeven stappen. Dus je dat zal, dat uh, voor elk nee. facet van de stap zou je apart moeten gaan zoeken. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor deze avond. Voor het luisteren. Ik wens jullie dadelijk veel plezier bij de borrel en bij de film. Ja.